tijd voor de voetwassing, het ritueel van de nabijheid. En vandaag was de Annemiek Schrijver de voeten van Laura Maaskant. Laura, wat heerlijk dat je er bent. Samen met Tirza, de hond. Hè, Tirza? Laura, heel veel mensen kennen jou vanwege je boek Leef, wat dit jaar uitkwam. Ja, klopt. Zou jij kunnen zeggen waar het boek over gaat? Het boek gaat over mijn leven met kanker en hoe ik die ziekte heb aangegrepen om te leren te genieten van het leven en ten volste te genieten van het nu moment. Omdat dat het is wat het leven je geeft en dat dat alles is wat telt. Je was al eerder ziek op je 15e en nu is het teruggekomen op je 20e. Ja, klopt. Je hebt besloten om je niet meer te laten behandelen. Nee, ik heb 1,5 jaar geleden besloten om geen levensverlengende behandeling te nemen. En om te gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En die kwaliteit van leven is nu ook zo hoog dat ik nog elke dag kan genieten van alles wat het leven mij geeft. En Tirza is een blinde geleidehond. Of een geleidehond. Ja, ik word afgeleid omdat ze aan de poot zit. Ze is al begonnen met haar voetwassing. Ja, ze is haar eigen voet aan het wassen. Wat leuk. Want een geleidehond, zij gaat jou helpen als jij zelf bepaalde dingen niet meer kan, of? Ja, dat klopt. Dat kan ze doen, maar voornamelijk is ze nu mijn buddy, dus kan ze overal met mij mee naartoe. En het is zo fijn om altijd een maatje naast mij te hebben. Ja. Ik hoop dat het warm is. Oh, heerlijk, ja. Ja, is het lekker? Heerlijk. Wat vind jij van een voetwassing? Nou, ik doe het mij heel erg denken aan aan eigenlijk vroeger en ook ten tijde toen ik chemo zat in het ziekenhuis. Toen masseerde mijn moeder altijd mijn voeten om mijn connectie met mijn lichaam in stand te houden. Soms was ik zo ziek dat ik eigenlijk liever naar andere werelden zweefde in mijn hoofd. Ja. Och. En dat mijn moeder altijd mijn voeten masseerde om ook die connectie met de aarde in stand te houden. Mijn lichaam ook op een fijne manier te benaderen. Want je lichaam is natuurlijk toch het voertuig waarmee je Laura kan zijn. Hè? Ja, dat klopt. En mijn voeten zijn daarvoor heel erg belangrijk. Dat ik ook nu altijd nog 's ochtends, als ik met Tirza de eerste ronde loop, 's ochtends vroeg. Dat ik dan ook altijd spring in de stad op grasveld of zo. Dus dan zoek ik altijd een stukje grasveld op en dan ga ik even springen en mijn voeten weer een connectie laten maken. Want je hebt gelijk dat een lichaam nu mij nog brengt waar ik ben. Terwijl je lichaam ook ziek is, kan je dat wel eens vergeten eigenlijk? Ja, dat is best wel moeilijk. Ik merk dat het altijd zo onderdeel is van mijn bewustzijn dat er een ziekte is. Maar tegelijkertijd ook dat ik mijn lichaam nu wel dankbaar mag zijn voor hetgeen waar het me nog brengt. Ik heb al heel wat voeten gewassen inmiddels, maar ik heb nog nooit zulke poezelige voetjes gevoeld als die van jou. Ze zijn nog jong, hè? Ja, ze zijn nog erg jong, ja. Hoe is dat voor je om te denken dat je zo kort op aarde bent en zal blij zijn? Dat vind ik soms best wel een heel vreemd idee. Ik weet dat het niet gaat om de jaren die er zijn, maar om hetgeen wat je doet in die jaren. En dat het dan ook niet gaat om de omstandigheden, maar ook wat je doet met die omstandigheden. Maar ik vind het wel vreemd dat er geen leven zal zijn wat heel veel jaren telt bij mij. En zeker vind ik dat vreemd in bijvoorbeeld nu met mijn broers die dan wel eens zeggen van misschien gaan we wel binnenkort aan kinderen beginnen of wat dan ook. Dat het heel vreemd is dat het leven dan weer doorgaat, terwijl het bij mij ergens stopt. Ja. Is dat ook verdrietig? Ja, kan wel verdrietig zijn. Ja. Maar tegelijkertijd is hetgeen wat het leven me geeft zo veel en zo groot, dat als ik me dat bedenk, dat het verdriet dan meteen verdwijnt. Want wat geeft het leven jou? Zoveel geluk en zoveel liefde om me heen. En zoveel mooie mensen die mij inzichten mogen geven. En het leven geeft constant elke dag een nieuwe dag die ik weer ten volste mag leven. Je was laatst in India, hè? Hoe Klopt. Was dat? Dat was heel mooi.
Ik werd voordat ik naar India ging, werd ik in Nederland best wel geconfronteerd met een gebrek aan angst. Dat klinkt... Vertel. met jouw gebrek aan angst? Ja, met mijn gebrek aan angst. Iemand die me heel erg inspireert, die lag op sterven. En hij lag op sterven aan kanker. En ik werd geconfronteerd eigenlijk met mijn gebrek aan angst. Dat ik dacht, nou, zo gaat mijn toekomst er ook uitzien. Maar ik ben er niet bang voor. En ik merkte aan mensen om me heen dat die zeiden van... Goh, je bent hier nu... Want ik was wel verdrietig om het feit dat zo'n mooie persoon het zou overlijden. Dat was wel mijn verdriet, maar ik was niet bang voor de tijd die voor mezelf ook komen zou gaan. En ik voelde ook dat hij het aankon. Leuk dat ze haar voeten aan het wassen is. Wat lief, ja. Ik was een beetje in de war dat ik dacht, hoe naïef ben ik? Dat ik daar niet bang voor ben. Mis ik iets? Of steek ik mijn kop in het zand? Of realiseer ik niet voldoende wat er aan de hand is met mij? En toen was ik in India en ik was daar, dat was die week voordat ik naar India ging, kwam dat gevoel erg op. En toen liep er een vrouw naar mij toe en die zei, het is jouw geboorterecht om gelukkig te zijn. En zij kwam naar mij toe en ze zei dat ook met een enorme glimlach op haar gezicht en met een enorme liefde en geluk. En dat wilde zij delen met mij. En toen zei ze nog, ze sprak, ja, je verleden dat was mooi, vandaag is mooi en jouw toekomst wordt zelfs nog mooier. En dat was alles wat ze zei, die drie zinnen en dat mijn geboorterecht geluk was. Wow. Toen liep ze weg en dat trof mij zo, omdat ik voelde dat ze gelijk had en omdat ik ook... daardoor voelde dat het niet mijn mogelijkheid was om te kiezen voor die angst, voor de toekomst, maar enkel te ervaren dat er geluk kon zijn. Dat was, was misschien wel levensveranderend. Ja? Ja. Kun je dat beschrijven? Dat ik het niet meer voor mezelf hoef te verantwoorden dat er geluk is. Dat je niet erg is dat je niet bang bent? Nee. Ongelooflijk. En jij gaat op hoge hakken de hemel in, hè, schrijf je. Ja? Ja, en dat is ook, wat zei je, je toekomst wordt alleen maar beter. Dus je hebt je schoenen al klaar? Ja, mijn gouden hakken die staan al klaar. Ja, zijn ze van goud? Ja, ik heb bewust gouden gekocht. Ik dacht, nou, dat vind ik wel heel erg mooi. Ik heb ze nog nooit aangehad. Ik weet wel dat ze passen, maar dat is dan ook... niet heel erg. Of ze hadden maat 40 en ik heb normaal maat 40, 41. Ik dacht, nou, als het iets te klein is, maakt het ook niet heel veel uit. Ik vind het een heel mooie symboliek om mijn lichaam, wat nu mijn voertuig is, ook dan te bedanken voor het leven wat ze me nu geeft. Dus je hebt ook een hele mooie jurk voor de kist. Ja, dat klopt. Om een ode te geven aan mijn voertuig. Mooi.